Handelsminister Reshma Kuldeep Singh vindt dat er een betere controlemechanisme moet komen voor de doorlichting van containers op de Shoshetnyhaven. Ze sprak journalisten eerder deze week voor de aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsvrouw merkt op dat er onlangs cannabissnoepjes het land binnengekomen zijn en bij verschillende handelaren zijn onderschept. We moeten een goede controlesysteem hebben op haven, waardoor we kunnen zien dat er inderdaad andere spullen binnenkomen dan aangegeven is. En daarmee is Minvin heel hard bezig. Wij ondersteunen daarin, zaken op de negatieve lijst, wij accepteren dat niet, maar het is gewoon smokkel. Kuldeep Singh geeft verder aan dat de uitvoering op de wet negatieve lijst bij het ministerie van Economische Zaken ligt. Het ministerie geeft de vergunningen uit aan de handelaren als die alle zaken in orde hebben gemaakt. Indien niet, dan wordt de vergunning afgewezen.